Go, escape 3-2, go, en back to game 3-2, go. Dat is voor insinken. Ik neem mijn stem met mijn webcam op. In ieder geval... Ah, oké. Okay. Ja, dan gaan we beginnen. Fans? Wow. Oké. Yo mensen, Spiro en ik ben klaar. Vandaag ben ik hier samen met Vuurpoot, oftewel Mark. Yay. Nice. En wij gaan een beetje hier kelder werken. Ik heb besloten dat wij hier een brewing stand in gaan plaatsen met allemaal brewing stuff. Ook al weten we helemaal niks vanaf, dat gaan we alsnog doen. YOLO. Oh, ik weet dat wel hoor. Ik weet een klein beetje hoe het moet. Ik heb één of twee video's gezien. Nee, voor mij is het één video. Nou, ik heb een brewing stand in mijn eigen huis staan. Ah, oké, nice. Dus als ik vragen heb, dan kom ik wel gewoon bij jou even langs. Kom ik even op bezoek. Ja, joh, is goed. Oké, hoe ver doen we het naar achteren? Nog een klein stukje verder. Wat wil je? Zo, iets. Toch twee naar achter en dan kijk ik wel even verder hoe het dan eruit ziet. Want dan wordt het hopelijk wel prachtig. Ja, ik gebruik echt maar een heel klein beetje ruimte voor mijn brew echt. Ik heb een ketel, ik heb niet eens een ketel volgens mij. Ik heb gewoon een plekje met water. Ik heb dit er wel zo goed uitziet. Ik heb een chest met wat ingrediënten en that's it. Oh, nice. Jij bent ook wel goed met bouwen, hè? Zeg wel, ik zit in Barbels. Dus oké, okay, mooi. Moet kan ik jou vertrouwen met mijn huisje. Ik doe trouwens even mijn armor uit, dat ziet er zo bedreigend uit. Ja, je bedreigt mij. Nee, nu kun je mijn shirt zien, weet je wel. Kijk, oh ja, tuurlijk. Je hebt je sneeuwbal. Wacht, sneeuwbal. Het is toch egg to the face en niet sneeuwbal to the face. Ja, weet ik, maar ik vond het grappig omdat ik in Western zit en ik heb allemaal sneeuwballen in mijn chest zitten. Wel lekker verfrissend. Beter dan die eieren tegen je hoofd aan. Zeker, ik bedoel, die eieren word je helemaal vies en plakkerig van. En... Ja, die sneeuwbal is gewoon lekker verfrissend. Ja, dat is gewoon voordeel. Die sneeuwballen zijn makkelijker om te krijgen. Sorry, wat zei? Die sneeuwballen zijn makkelijker om te krijgen. Ja, zeker. Oké, dan hebben we deze. Komt hier op deze ik heb zelf geen spullen bij me om iets te bouwen. Oh ja, moet ik even in mijn kistje kijken wat ik allemaal heb liggen nog. Hier komt dan de muur achteraan. Oké, dan moet deze torch even aan de kant. Trouwens, eerst even die hele kamer helemaal uithakken. Kan jij even boven kijken of er nog hout is? Ik zal even kijken. Anders zou ik misschien wel. Kijk even of wat in de opslag is of ergens anders. Ja. Doe dat. Ik heb stairs. Ook stairs. En wat ook slabs, maar dat is het ook. Dus ik zal even kijken in de opslag. Ja, doe maar. Hopen dat daar nog wat ligt. Ja, ik heb lichtelijk een beetje lag hier met de zand. Het valt heel langzaam naar beneden. Dat is vreemd, ik heb nergens last van. Ja, zal aan mij liggen. Kan komen, omdat, ik zal even kijken of we weer... door dat eiergevecht wat ik net had met andere mensen, ik denk dat we gewoon te veel kippen hebben. Dus Anne die heeft die al weggehaald. Dus dat kan niet zijn, we hebben niet te veel kippen. Maar dat is het eerder voor lag voor gezorgd bij sommige mensen. Ik had er zelf geen last van. Ja, nee, snap ik. Wordt helemaal in elkaar met toch een paar zombies. Alles even weg soms. Het kan ook liggen dat ik tegelijkertijd nog een paar bestanden op WeTransfer aan het versturen ben. Kan het ook. Dat kan ook. Oh shit, ik wist niet dat we een chest hadden vol met eten. Hebben we een chest met eten? Mensen zijn in de opslag een chest met eten. Oh, dat wist ik niet eens, joh. Dat is best handig. Ik ben net 10 keer dood gegaan omdat ik gewoon geen eten meer had en ik zat te zoeken naar eten. Zat hier gewoon een chest echt gewoon 4 stack potatoes, paar stack wortels, paar stack meloen. Oh, ook potatoes en alles. Ik heb super veel moeite gedaan. Ik heb eerst super veel zombies lopen verslaan om een potato te krijgen. Helemaal trots met in de chest. Er zijn echt super veel potatoes. Maar het zijn wel cooked potatoes, dus ik kan niet meer planten. Ah, dat is dan wel weer iets meer. We hebben trouwens nog meer dan genoeg hout. Oh, dus dat is mooi. Dat is zeker weten mooi. Even deze zombie neermaaien. Zo, maar dan moet ik even wat hout hebben om de boel hier in te richten. Oh, dammit, ik heb de trap weggehakt. Wil je alleen oak wood of wil je ook een ander soort kleurtje hout? Nou kijk, jij bent Biofrosty, dus... Frosty? Ja, Frosty. Iemand zei dat laatst. Frosty. Daar blijft het in mijn gedachten. Ja.
We heten Biofrost, Biofrost, die maakt niet uit. Maar Biofrost, jij zit bij Biofrost. Denk dat jij beter een huisje kan bouwen dan ik, want ik kan echt voor geen meter bouwen. Ik ben al hartstikke trots dat ik dit heb. Dus... Het is een huis. Ik denk dat ik het beter aan jou kan overlaten. Ja, oké, maar nu in dit geval is het dus alleen die brewing kamer inrichten, toch? Ja, brewing kamer inrichten, ja. Maar dan moet je wel, heb je wel de spullen voor een brewing stand en alles? Nee, maar die ga ik binnenkort nog eventjes verzamelen allemaal. Nou ja, als je een blaze rod hebt, ben je al heel erg ver. Ja, oké, nice. Dat heb ik trouwens niet, maar dat maakt niet uit. Ik ga eventjes vanaf buiten alvast... Dus, heb jij nog steen? Want dan gebruik ik ook gewoon wat steen in plaats van alleen maar hout. Dat zou ik niet weten. Moet je echt even in mijn kistje kijken. Ja, ik heb het gevonden. Nice. Maar nou kan met steen denk ik toch dat je wat meer een wat meer creepy gevoel kan geven. Waardoor het... Ik bedoel, brewing is wel een beetje creepy natuurlijk. Ja, weet ik. Magie, het is hekserij. Het is zeker hekserij. Wacht. Jij staat nu waar in de kamer? Want ik zie jouw naam staan, ook mooie hakken vanaf de ingang voor de farm. Ik sta nu in het midden van de kamer. Oké, dan weet ik dat mooi. Zo. Ik loop wel wat heen en weer, want ik ben even de muur aan het instellen. Zo, hoe zit dit? Dit erbij. Het is kunst. Kunst? Ja, kunst. Al mijn bouwwerken zijn kunst. Goed, ik zit gewoon al... Oh, wat is dit? Ik heb in één keer lag. Nou, maar het is gewoon game lag, geen slechte internetverbinding lag. Ik weet niet waar je dan last van hebt, want ik heb echt nergens last van met lag. Ja, maar dat heb ik heel vaak als ik dingen aan het doen ben. Hallo. Hi. Oké, hier komt het dus uit ongeveer. Ongeveer, ja. Moeten we daar... En wou je dit als een secret doorgang hebben of... Nee, gewoon een heel overduidelijk doorgang. Oké. Dus dan heb ik zo... We hoeven daar niet moeilijk te doen. Dat is helemaal makkelijker. Zet je een trappetje naar boven in of zo, zou ik zeggen. Of zo'n slabs erin. Ik denk dat ik hem iets ga verplaatsen, want hier wil ik wel deze paal hebben eigenlijk. Oh, dan zet ik hem gewoon eentje meer naar deze kant toe. Ja, dat moet werken. Dat moet kunnen, lijkt mij. En dan vul ik dit gewoon hier weer in. Ik heb gewoon hier twee palen zo. Zo. Ja, nice. Nou, we dit even weg, dan maken we er even een trappetje van. Kijk, dan heb je hier gewoon... Dat de uitgang. Mooie doorgang. Ja, dat ziet er wel awesome uit, hé. En dan... om dit lijkt mij. Hoe doe ik dit? Ik zit trouwens heel erg veel te kloot als ik aan het bouwen ben, omdat ik nooit weet wat er vet uitziet. Ik bouw gewoon meestal iets en als het er niet slecht uitziet, dan laat ik het staan. Snap ik? Lijkt me logisch. En verder is het gewoon proberen als je een idee hebt van misschien ziet dit er nice uit, probeer je het. En als het dan uiteindelijk niet nice uitziet, dan houdt het weer. Oké, nice. En dan overal deze muur erin zetten? Ja, kan wel, maar ik weet niet of ik daar genoeg dark oak voor heb, want ik heb nog maar 35. Ik heb er hier nog twee, die heb ik opgepakt. Oh god. Nou ja. Oké, dus als je die muur dan invult, dan ga ik wel iets bedenken voor een vette vloer. Even kijken wat ik boven in mijn kist heb zitten, wat ik kan gebruiken. Want daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Wat ik kan verzinnen op een vloer. Zo een beetje iets. Nou ja. Iets met netherrack. Duister of iets. Misschien. Even kijken, ik heb netherrack en ik heb gaat zien. Een blok van block of coal. Heb ik al bij wel een duister gevoel bij. Ja, maar dan heb je er veel van nodig als je er echt de vloer mee wil doen, weet je. Dat is waar. Ik heb maar één blok of coal en met 3 netherrack. Ja, oké, dat wordt lastig. Ik kan zo meteen ook al kijken of ik nog iets heb. Maar wat... Even kijken, het is vet.
Anders vul ik gewoon dit kleine uitgangetje in en dan kan jij deze kamer mooi maken, weet je. Dan laat je... Oh, hey, hier is Maarten. Laat ik jou als een slaafje werken voor mij. Zo. En word ik dan wel of niet betaald? Dan krijg je mijn crystal meth. Betaald, wat ik jou laten zien, mijn crystal meth? Oh, je crystal... Oh, nu ben ik geïnteresseerd. Kijk, oké. Kijk, voor mij heb ik maar één crystal meth, maar dat maakt niet uit. Maar ja, ik wel crystal meth. Nice. Dat vind ik een goede betaling. Zeker. Heb jij Breaking Bad gezien? Ja. Nee. dat is jammer. Dat is jammer. Heb jij The Walking Dead gezien? Ik ben al de laatste tijd ben ik al mijn hele leven aan het verneuken omdat ik deze Game of Thrones aan het kijken ben. Ik heb nu bijna alles wat er nu toe uit is gekeken. Nee, Game of Thrones heb ik dan weer net niet gekeken. Dan zegt mijn vrienden wel altijd, Jeroen, ga godverdomme Game of Thrones kijken. Dan zeg je van, gast, ga dat gewoon kijken dan, man. Gewoon doen. Maar ik heb het niet zo met draken en dat soort meuk. Ik vind Skyrim, ja, het is wel een vet spel, maar het is niet echt mijn soort spel, zeg maar. Er zit veel meer in Game of Thrones dan alleen draakjes. Ja, er zit ook heel veel incest in en porno, ik weet het. Ik weet het, daarom kijk je het zeker, hè? Nee, daar heb ik niet over. Ja. Stiekem is dat gewoon een reden. Niet, hoor, zo ben ik. Maar heb jij The Walking Dead dan gezien? Nee, ook niet. Dat is jammer. Ik zag trouwens wel zo'n artikel over dat er allemaal Breaking Bad reference zitten in The Walking Dead. Omdat het van dezelfde makers is. Vond ik wel grappig. Of die sneaky dingen er verstopt hebben. Ja, het zijn twee hele kleine dingen. Moet je echt doorhebben, moet je echt opletten, wil je het zien. Ah ja. Want even kijken, wat was het nou precies? Je ziet ergens in seizoen 1 van The Walking Dead, zie je ergens iemand met een zak vol met drugs lopen. En als je goed kijkt, zie je daar... Ben jij zeker? Wat? Wie? Ben jij zeker? Jij. Ik? Jij verkoopt die crystal meth. Ja, zeg. Nee, maar er is iemand die erin zit, die heeft zo'n zak met zo'n drugs die hij heeft. En als je goed kijkt, zie je daar die blauwe crystal meth van Breaking Bad tussen zitten. En daarom verkoop jij dus je crystal meth? Ja. Niet omdat ik Breaking Bad een vette serie vind of zo, nee. Nee, niet omdat ik scheikundeleraar ben met zijn kanker die anders die doodgaat als hij niet zijn geld krijgt om zijn ziekte. Je kunt heel veel dingen zeggen die waarschijnlijk daar iets mee te maken hebben met al die series, maar ik snap toch niet. Dat is waar. Als er nou iemand is die het heeft gezien, die denkt van, oh Jeroen. Allemaal. Oh Jeroen, kom op zeg. Oh Jeroen, hi kop. Kom op zeg. Dit is best wel vet. Dan heb je zo'n kast zo. Daar kun je je spullen in stoppen. Ingrediënten of zo. Ja. Moet ik wel zo'n kwaadig lachje zo. Ja. En dan bliksem op de achtergrond zo. Gewoon zo'n dikke stem helemaal omlaag halen. Gewoon editen, weet je wel. Ja. Dat is sowieso vet. Staat dit ding hier niet heel erg in de weg? Zeg maar, dan kom je van de trappen van. Oh, kut! Je crafting table. Nee. En dan val je zo. Ik heb het er maar tijdelijk neergezet. Oké. Okay. Maar trouwens, blijven deze slabs hier gewoon zo liggen? Ook slabs hier? Ja, ik weet... Het lijkt me een beetje vreemd. Het is een beetje vreemd, ja. Maar mijn hele huis is een beetje vreemd. Je moet ook nog een plafonnetje en een vloertje in. En dan heb je je werk goed gedaan, slaafje. Maar dan moet ik de inrichting nog doen. Ja, daar heb ik eerst die stuff voor de brewings, de brewing stand en ja, maar ik kan alles wel maken in principe en dan gewoon de plekken leeg laten waar de brewing stand en alles moeten komen. Ah, oké, okay, nou dan doen we dat, hè. Doen we dat. Dan doe ik nog eventjes... Heb ik serieus geen... Maar ik heb geen oakwood meer, nice. Alleen maar oakwood slabs. Ik leen even... ik heb wel oakwood. Ah, nice. Ik heb ik uit de opslag gehaald. Maar ik pak even wat water, want je hebt ook water nodig bij het brewen. Natuurlijk. Tuurlijk. Maar we moeten even iets, in ieder geval een vloer hebben, anders kan ik niet goed inrichten. Ja. We moeten even iets verzinnen voor de vloer. Je moet wel echt een awesome vloer hebben dan, hè? Als een fancy vloer, weet je. Niet die watervloer die je op dit moment hebt. Ja, dat is ook fancy, maar op een... nice!
Dit is de vloer, yeah. Nice. Ik weet niet, wou je hout gebruiken of steen of wat dan ook? Doe maar iets van een combinatie van hout en steen. Weet je, dat heb je in de muren ook, een combinatie van hout en steen. Ik denk dat wel ja, vet. Ja, dan moet ik wel even een andere steen hebben. Want als ik daar weer kobbel ga gebruiken, gaat het er raar uitzien. Ja, dat is iets, iets anders gaan halen. Ik kijk wel even in de opslag of in mijn eigen huis. Ja. Misschien stone bricks of... Ja, ik denk dat bricks op een vloer wel beter staan, ja. Ik zal even kijken wat ik heb. Ik heb stone, dus ik kan stone brick maken. Nice. Oké. Zo. Nou, vullen we dit zo. Wil je dan dat ik er een patroontje in maak of zo? Want dat kan wel. Oeh ja, patroontje is cool. Ik ben voor patroontjes. Voor patroontjes, oké. Zo. Is er, ik moet even een eend. Oh shit, ik kom net ergens achter en dat is best wel lullig. De ene muur is 9 en de andere muur is 8. En dat is eigenlijk best wel kut, want als die andere muur ook 9 was, dan kon je gewoon in het midden beginnen met het patroontje. Oh wacht, het is nu een rechthoek in plaats van een vierkant. Het is geen vierkant, nee. Ah. Nou ja, ik kan denk ik wel iets verzinnen. Oké, nou, ik heb vertrouwen in. Oké, mooi, nice. Vertrouw in jou. Ik geloof in jou. Nice. Interessant. Oh. Oh nee. Ik plaats echt blokken verkeerd, man. Dat is niet normaal. Ja, dat gebeurt wel eens, hè. Ik ben mijn blok place skills. Kwijt. Dat is behalen. Heb jij behoorlijk behalen, ja. Ook wood wat ik kan gebruiken? Oh ja, ik heb ook wood. Alsjeblieft. Dank u wel. En dan nog eventjes kijken of ik nog een ander materiaaltje heb wat ik er mooi in kan verwerken. Zo, dat doe ik zoiets als dat erin. Dan wordt mijn huis vast prachtig. Prachtig. Oh wow. Ik hoorde net een blokje plaatsen. Ja, ik vlieg wel van de trap. Er valt opeens een Jeroen voor me. Oh my god, a wild Jeroen appeared. What shall we go do? Masterball, meteen. Gewoon meteen een masterball. Maar misschien heb ik wel geen masterball. Oh wat? Oh, mijn honger is helemaal leeg. Stel, pak wat vuurtaart. Achter je. Waar? Vuurtaart. Vertaat. Oh my god. Oh my god. Nam nam nam. Nam 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 nam. Nam nam. Misschien moet je even maar eens wat eten gaan halen uit de opslag. Misschien. Als ik ooit... Oké, de vloer zit erin. Nice. Dit ziet er nice uit. Oké. Wat wil je voor het plafond? Plafond gewoon helemaal hout lijkt mij gewoon. Ja, oké. Gewoon simpel. Ja, simpel. Hier zo. Oh, dit is niet goed. Doe je zo. Oeh. Op die manier. Oh, op die fiets. Ja, die fiets, hè. Die fiets. Ja. Die ene speciale fiets. Die hele mooie fiets die ik kreeg toen ik 12 werd. Wat? Hoe weet je dat ik een fiets kreeg toen ik 12 werd? Stalk jij mij? Nee. Ben jij een stalker? Misschien. Oh, ik wist het. Hoe weet je dat ik een stalker ben, hè? Ik stalk jou. Plot twist. Je stalkt je eigen stalker. Hoe baas zou dat zijn? Ja, maar als je stalker dan ook nog helemaal knettergek zou worden. Ja, echt hè?
Dat zou zo mooi zijn. Oh, dat doet pijn. En dat ook. Ik maak echt een prachtig huis hier, oh. Echt, je hebt nog nooit zo'n prachtig huis gezien. Oh my god, het ziet er best wel fancy uit. Ja, dan moet dit even ingevuld worden met hout. Oeh, hout. Daar houd ik wel van. Badum. Oeh. Dat is echt zo'n kutgrap die ik 100 keer heb gemaakt in video's. En iedereen zo van, godverdomme Jeroen, verzin een nieuwe grap. Ja, dat heb je al zo vaak gemaakt. Ja, bijna iedere keer als ik hout hakken dan, oeh, hout. Daar houd ik wel van. Badum. Je moet echt dat de hele tijd onder editen dan. En de hele tijd zoveel broemtsch. Ja. Of vinden ze het nog even gewoon een montage maken van elke keer dat ik die grap maak. Dan gaan ze het nog vinden. Maar dat... Wat zei je nou? Als je de hele tijd broemtsch onder edit, gaan ze het nog irritanter vinden. Zeker. Maar ik denk dat ik gewoon op een gegeven moment een montage moet maken van elke keer dat ik die grap heb gemaakt. Gewoon een hele video lang alleen maar, ik hou het wel van hout. Hele video lang. Zo'n 20 minuten lange video. Of misschien een... Nee, wacht. Dan een XXL aflevering. 40 minuten lang. Oh, hout. Daar houd ik wel van. Oh, hout. Man, gewoon echt zo'n dikke song ervan maken. En een dikke dubstep eronder. Alles. Dat wordt een hit. Daar houd ik wel van. Dat ga ik verkopen in Canada. En daarom wordt een hit. Ik voel het. Je helemaal rijk en alles. Zeker. Hout. Daar houd ik wel van. Ah, dat wordt hem. Ik voel het nu al, het kan niet meer misgaan. Maar het is niet eens goed Nederlands, dat is het erge. YOLO. Echt. Denk dat ik er iets op geef of nou goed of Nederlands is of niet. Denk ik niet eigenlijk. Vooral niet als ik zeg al. Vooral niet als ik jou vraag of ik er iets om geef. Echt hè? Eigenlijk heb ik meer dark ook nodig. Nou, dark voor mij stond hier nog hele grote donker, bomen. Oh nee, die zijn nou juist weggehaald voor die schapen. Hè? Nee, ik wou zeggen, hier stonden nog van die bomen van de dark oak, maar die zijn dus juist weggehaald voor die schapen. Oh, nee, dat waren trouwens spruce bomen. Nee, hele grote spruce bomen. Oh, ja, dat is waar. Maar volgens mij ligt er nog een beetje in de opslag, dus ik pak nog een paar logs. Want die, het is zo mooi donker hout. Het is zo prachtig. Ja, die hier. Oh mijn god, de crafting table is weg. Ja, de crafting table. Table. Weet je niet dat je het uitspreekt als crafting table? Nee, sorry. Voor mij ben ik een beetje noob. Oeh, act to the face. Voor mij heb ik die echt 100 keer gehad. Oh, ik heb zo'n harde eieren gevecht gehad met Cole en met Maarten. Dat was echt slecht hoor. Ja, was dat net of was dat... Was net, ja. Ah, die net. Die was echt hard, joh. Wat? Ik stond op een dak eventjes te kijken. Het ging echt... Alleen ik had geen eieren. Oh, anders zou je mee hebben gedaan, hè? Anders had ik jullie hard ingemaakt. Had je dat mij over kool gegooid? Ik had zeg maar eerst op iemand gegooid totdat hij met mij samen ging werken. Dus ik ging even kijken wie. En als iemand denkt van, oké, ik kan hem vertrouwen, dan backstab ik hem. Oh, dat is hard. Zo scumbag ben ik dan weer wel. Oké, zo'n scumbag ben je dan weer wel. Ja. Ik zal het onthouden. Doe dat maar niet. Oké, in dat geval zal ik het wel vergeten. Ja, zeker weten? Nee. Sukkel. Oh, je vergeet het wel. Waar hadden we het over? Dat jij een scumbag bent? Oh, dat was ik even vergeten. Sorry. Oké. Ja, dat kan wel. Het is gewoon fase 1 ontkenning. Fase 1, ontkenning. Doe iedereen gaat er doorheen. Ik heb bij meerdere mensen gezien, ik weet zeker dat jij het nu ook hebt. Heel zeker. Op een schaal van 1 tot 10, denk ik toch echt wel min 5. Zo, god. Ja, foefoe. Heel erg zeker. Dat verwacht ik. Ik zit even te kloten met hoe ik dit wil inricht, want die trap die zit zo in het midden, weet je wel. En zo in het midden, dat is zo in het midden. Ja, dat is een beetje te in het midden, hè. Ja, eigenlijk wel. Want ik wou hier nog iets doen, alleen het is een beetje moeilijk, want dan zit de trap heel gauw in de weg. Dat is eigenlijk wel een heel goed punt. Maar misschien zal ik wel een goede kom halen, want de trap staat op zich wel mooi daar in het midden. Alleen dan moet ik er gewoon omheen bouwen, op een of andere manier.
Nou, gebruik je Biofrost skills, zou ik zeggen. Ik heb in ieder geval dit fonteintje, kun je water uithalen. Oké, okay, prachtig. Maar even iets heel anders. Want ik kijk op zijn, ik zie dat de aflevering alweer 25 minuten duurt. Dus hier is gewoon eventjes een einde. Oh my god. Oh my god. Dus gaf ze me nou... Bezig. Oh nee, gaf mij de bucket niet, oké. Okay. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Dan gaan we weer verder met het huisje. Dat wordt super awesome. Kijk zeker ook even op Mars kanaal. Link staat in de beschrijving. Wel Engels. Wel Engels, maar dat maakt niet uit. Begrijpen ze hopelijk wel. Ja, bovendien, de UHC die ik upload is wel Nederlands, maar dat maakt niet uit. YOLO. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later. Later.